Dames en heren thuis, wij zijn inmiddels zo'n 12 minuten onderweg vanuit de haven van Laurensoog. Ik bevind mij hier op het schip, de Susanna. En we gaan vandaag uitvaren hier op de Waddenzee om zorg te dragen voor de verstrooiingen van de as van misschien wel uw dierbaren. Ik moest de camera even in de hut zetten, want het is buiten erg nat. Er staat veel wind, windkracht 6 uit het zuidwesten. En gelukkig komt hij vanuit het land, zodat we daar niet al te veel last hebben hier straks op zee. Mijn naam is Sebastiaan Smit en mede namens de bemanning hier van de Susanna. Hartelijk welkom. Wij bevinden ons op de Waddenzee en straks zal het schip worden stilgelegd. En dan, daar vinden dan ook één voor één de verstrooiingen plaats. We hebben vandaag twee verstrooiingen die we zullen doen met naamsvermelding. Ik heb een bloemengroet namens Aqua Omega meegenomen. Die zal helemaal aan het einde, als alle verstrooiingen zijn gedaan, zal deze als groet te water worden gelaten. Waarna de schipper een cirkel om de bloemen heen vaart. Zoals gezegd zijn we ongeveer 12 minuten onderweg. Ik denk dat we nog zo'n 10 minuten zullen varen voordat we het schip stil zullen leggen. En dan kom ik straks weer even bij u terug. Ik zal u even een indruk geven, proberen te geven van hier buiten en van het schip zelf. Die hangt halfmast. Hier ook de scheepsbel. Die zal, voordat wij de eerste verstrooiing doen, zal die 4 keer geluid worden. En in de verte de veerhaven van Laurensoog. Ik hoop dat u mij een beetje kunt verstaan met die wind. Zoals gezegd, als we straks zijn aangekomen op de plaats waar de verstrooiingen plaatsvinden, dan stoppen we het schip. En dan vinden de twee verstrooiingen met naamsvermelding plaats. Ik ga nu een positie geven naast de schipper, kunt u meekijken. Want buiten is het bijna niet te doen om om de camera neer te zetten. Dus mijn excuus daarvoor.
Zo, beste nabestaanden. Wij hebben hier de locatie bereikt waar de verstrooiingen zullen plaatsvinden. Ik ga nu de verstrooiing doen van... Het valt niet mee. Ik hoop dat het allemaal goed gaat zo. Ik ga nu de verstrooiing doen van mevrouw MMJ Vrijdag Wittebol. Haar as zal hier verstrooid worden op zee in opdracht van de familie. En ik heb de as persoonlijk opgehaald bij uitvaartverzorging Barbara in Utrecht. Voordat ik de verstrooiing ga doen, ga ik eerst de bel luiden. Ik hoop dat u de bel kunt horen. Vraag even wat assistentie. Mag ik even wat assistentie, alsjeblieft? Ruud, zou jij alleen voor kunnen zorgen dat hij niet omvalt? Jawel. Dat staat een enorme wind. Als je alleen al hier vasthoudt, is al goed. Dankjewel. Ik heb mijn collega Ruud even gevraagd om de apparatuur vast te houden, want er staat echt een enorme wind. Zo, beste nabestaanden, deze as heb ik opgehaald bij Schoterhof in Heerenveen. En het gaat hier om de verstrooiing van mevrouw Ida Alida Tsikana Boer. Ook haar as zal hier verstrooid worden op de Waddenzee. We zullen nu symbolisch een cirkel varen rondom de plek waar de verstrooiing heeft plaatsgevonden. Als die cirkel vertooid is, zullen we drie keer de scheepshoorn tegen horen brengen. En dan gaan wij straks weer door buiten de uitzending om met de verstrooiing in stilte. Niels, kapitein, kunt u alsjeblieft een cirkel maken? Nou, goed vasthouden. Ja. Of straks vol in die wind. Ja, precies. Er staat dikke achter.
je ook nog het water in. Er staat inmiddels een windkracht 8. Dus het flinkt, het briest flink op. We hebben bijna de cirkel voltooid. En dan gaat nu de toeter klinken. Waarmee we heel symbolisch goede reis zeggen. Beste nabestaanden, u heeft zojuist kunnen zien hoe het asverstrooiingsritueel hier op zee gaat. We hebben twee verstrooiingen gedaan, in beeld gebracht met naamsvermelding. U heeft kunnen zien hoe we met de vlag half mast zijn uitgevaren. Gehoord voordat we de verstrooiingen gingen doen. Deze uitzending is ten einde gekomen. Deze asverstrooiingsplechtigheid livestream is tot zijn einde gekomen. We stoppen de uitzending en ik ga straks door met de verstrooiingen in stilte. Je kunt meer informatie vinden op onze website. Je kunt ons ook makkelijk bereiken. De telefoonnummers en de gegevens vindt u op diezelfde website. Mijn naam is Sebastiaan Smit en mede namens Aqua Omega en de bemanning hier van de Susanna. Heel veel sterkte thuis. Dag!